ik kwam hier toen ik 25 was. Nieuwe land, ik sprak geen Nederlands, ik kende niemand. Je man is heel bekend, zijn eerste vrouw is nog bekender. Je wordt moeder zonder zwanger te zijn. Je boek voelde als healing. Ja. Wat moest er geheeld worden? Ja, ik ben gewoon een beetje gezellig rommelig, vind ik mezelf. En in het begin, ja, ik ben continu over mijn grens gegaan. En echt een paar momenten waar ik dacht, ja, ik ga dit niet kunnen volhouden. Maar wat ik besefte, was eigenlijk kleine veranderingen waren nodig om veel meer in mijn kracht te kunnen staan. Leuk dat je kijkt naar The Sunny Side Up. Vorig jaar heb ik een planner gelanceerd waarbij ik mensen help hun eigen droomleven te creëren. En in deze videoserie vraag ik bekende vrouwen hoe zij dit hebben gedaan. Het zijn allemaal vrouwen die een hele hoop tegelijkertijd doen. Ze hebben een drukke baan, ze lanceren ook nog een boek, een online programma of een collectie. En dan zijn veel van hen ook nog moeder. Hoe doen ze dat allemaal? Ik ben zo benieuwd of zij dan heel strategisch naar hun doelen toe werken, met een strakke planning, of dat het juist veel meer go with the flow gaat. We gaan het ze vragen. Ik ben benieuwd. De Engelse Lucy Woesthof begon haar carrière als PR-manager van de Rolling Stones. Via de muziekindustrie ontmoette ze Dinant Woesthof, de zanger van Kane. Inmiddels zijn ze alweer 12 jaar gelukkig getrouwd en hebben ze 4 prachtige kinderen. Lucy is al jaren een van de drijvende krachten achter het Woezel en Pip Imperium. Maar vorig jaar werd het tijd om haar levensverhaal op te schrijven. Zo ontstond het prachtige boek Woman, wat een ode is aan de kracht van sisterhood. Wauw. Dit is mooi. Dit is echt een droomplek, zeg. Love this. Wauw. Kijk dit ook. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Welkom. Ik was net je huis aan het bewonderen. Wat is het hier prachtig mooi. Ja, en als de zon schijnt, dan als... Oh, wat lief. Een soort knuffel via een bloemetje. Dankjewel. Wauw. Wat gaaf. Wat leuk dat we er zijn. Ja, kom maar binnen. Jullie, hè? Ibiza, ja. We hebben die shoot gedaan in 2018. Cheers, dat is echt onze plekje, zeg maar. Echt een droomplek. Wat leuk. Ja. Ja, Lucy, ja, ik ben hier vandaag om jou te vragen hoe jij het doet. Hoe doe je het in godesnaam allemaal? Want ik ken jou, wij kennen jou als een... sowieso op dit moment ben je heel erg in het nieuws met je boek natuurlijk. Woman, wat echt een mega bestseller is. Ik vind het super inspirerend wat je hebt geschreven. Oh, dankjewel. Echt, het is echt een gids voor een mooier leven, zo zie ik het. Daarnaast heb je natuurlijk al jaren samen met je man Dromenjager. Een bedrijf wat vooral bekend is van Woezel en Pip. Het hele imperium, maar natuurlijk jullie hebben nog veel meer producten die daaronder hangen. En dan heb je ook nog gewoon 4 kinderen. Ik vind dat zo bizar. En 2 tieners, hè? Ja. Tieners. Oh, hoe doe je dat? Ik vind het echt heel... Ik heb 2 kleine kinderen en ik probeer een beetje mijn bedrijf te voeren. En ik denk echt heel vaak, hoe doen andere vrouwen dit? Ja, ik denk met de kinderen, het is echt zo... Jullie hebben natuurlijk ook 2 kindjes. En als je 1 hebt, ben je daar heel druk mee. Ja. En je denkt dan, 2e, dat wordt gewoon echt, hoe ga ik dat doen? En dat 2e komt en er is nog meer liefde. En je bent net zo verliefd als op je 1e. En eigenlijk vind je een manier om het te managen. En ik had met elke kind hetzelfde gevoel van... Op een bepaald moment had ik 4 kinderen. En ik was ook voor mijn gevoel net zo druk als ik was toen ik met de 1e... Toen ik alleen maar 1 had. En ik denk dat de kwestie is van planning inderdaad. Maar ook sommige dingen loslaten. En denk je, ja, dat is dan wat het is. Die woonkamer is wel een rommel vandaag. En het is prima. Dus prioriteiten stellen. Ik denk dat sowieso. En ik ben blijkbaar heel goed in heel veel dingen tegelijkertijd doen... Maar ik kom meer achter, en daar moeten we het over hebben, dan echt die kwaliteit, dan mis ik in de dingen dat ik doe. En ik ben nu op een fase in mijn leven waar ik eigenlijk minder willen, met meer kwaliteit. Mooi. Dus, Ja, te gek. Daar wil ik het heel graag met je over hebben. Kun jij hier in huis laten zien waar jij bijvoorbeeld, we zijn nu natuurlijk al aan thuiswerken. Ja. Wat is een plek voor jou waar jij je focus goed kan vinden? Of nee, dat moet ik anders zeggen. Niet waar je je focus kan vinden, waar jij probeert thuis te werken. De reden dat ik lach is... Wij hebben een heel mooi groot kantoor in Amsterdam. Ja. En daar heb ik een prachtig kantoorruimte. En dat ziet er altijd vrij netjes uit. Maar ik ben wel bekend om mijn... Ja, mijn bureau is altijd een rommel. Okay. En ik wist niet dat je wilt mijn kantoorplekje zien. Nu dat ik werk natuurlijk een jaar thuis.
Je gaat zien, dat is niet de perfecte netjes plekje. Maar ik laat je maar zien. Maar het is wel echt. En daar ga ik voor. Ja, echt. Weet je, ik hou van het. Ik weet niet, dus ik heb altijd een beetje rommel om me heen. En ja, nu is het wel echt een beetje gênant, denk ik. Maar ja, weet je, dit is real life. Weet je, het is niet super erg. Maar wat je ziet is, ik heb dozen met spullen om me heen. En ik heb altijd toch wel een serum of een paspoort van mijn hond. Of... I don't know, of een stapel envelopjes dat ik denk eigenlijk, ga ik dit ooit gebruiken, maar ik wil ze niet wegdoen. Oh ja, herkenbaar, herkenbaar. Nou, wat ik heb hier geen oordeel over, hoor. Wat ik gewoon zie is iemand die heel creatief is. Dat vind ik vind het heel lief van jou, Sally, maar dit is, ik besef me dat dit wel rommelig is, maar ik heb daar zelf geen moeite mee. Nee. En ik blijkbaar, ja, dit is wat ik om me heen nodig heb, of dit is waar ik comfortabel mee voel, want... Ik merk dat het stoort mij helemaal niet. Het stoort het proces niet. Misschien versterkt het proces. Ik weet niet. Maar dit is hoe ik altijd ben geweest. Dus ja, weet je, doosjes met de knutseldoos van mijn dochter zitten in. Volgens mij oude foto's zitten in of documenten. Ja, ik ben gewoon een beetje gezellig rommelig, vind ik mezelf. Ja, ja, ja. En ik hou van schoon en netjes. En bepaalde dingen ben ik best wel... fascineren, maar mijn werkplek, ja, dit is altijd zo geweest. Ja, en kun jij ook, hoe werkt het dan voor jou als je naar je werk toe gaat? Kijk jij bijvoorbeeld echt in je planning, dit is wat ik ga doen vandaag? Of komt het meer omdat je zin hebt om iets te gaan doen? Ik kijk pas de avond ervoor. Oké, wat heb ik de volgende dag? Maar voor mij, ik heb wel een soort van aanloop nodig. Dus dat was ook grappig. Toen Dinant en ik begonnen samen te werken, gingen we altijd samen naar kantoor rijden. Toen dat allemaal nog ging. Maar ik werd helemaal gek van zijn manier om in de dag te komen. Want hij begon gelijk over strategie te praten. En plannen en dit en onderhandelingen. En ik werd helemaal gek van ik wil gewoon liefst gewoon langzaam inkomen met muziek, kopje koffie, podcast. Ik moet mezelf voorbereiden voor de dag. En dan als ik op kantoor kom ben ik helemaal klaar om gewoon een dag vol afspraken, tempo hoog. Dus we hebben besloten na een paar maanden, we rijden gewoon altijd apart. Okay. En dat hebben we dan vanaf dat moment volgehouden. Nou, het is natuurlijk niet heel duurzaam om met twee auto's te rijden, maar inmiddels werken we allebei thuis. Maar we geven elkaar de ruimte om het te beginnen hoe wij willen beginnen. En voor mij dan is een beetje dat rustig opstart nodig tussen mijn rommel. Ja. En dan kan ik aan de slag. Maar ik moet wel een idee hebben van wat die dag gaat gebeuren. Ik ben niet zo, het is heel grappig contrast. Ik ben een beetje gezellig rommelig, maar ik ben niet super goed met spontane afspraken of bezoek. Nee, want dan staat er, dat heb ik hetzelfde, dan heb je al, je hebt al de ochtend gepland voor iets. Ja. En dan komt er iemand spontaan langs en dan denk je, oh, maar dan schopt het in de war. Ja, dat is sowieso voor mij als Brit, hè. Dat is echt iets Nederlands, dat mensen ineens aan je voordeur staan. Dat is echt in Engeland not done. Dus ik heb er nog steeds een beetje moeite mee als dat gebeurt. Dus hetzelfde met afspraken of dingen. Natuurlijk met een business gaat niet altijd alles zoals je had gepland. Maar ik heb wel een element van controle nodig. En voor mij is dat overzicht van wat gaat vandaag gebeuren. Dus ik ben ook van die lijstjes. En sowieso agenda is wel echt een soort van holy grail. Ja, zeker. En hoe maak je dan je planning? Ja, dat doen we omdat wij werken samen. Dino en ik, wij zitten meestal in het weekend. Op zondag gaan we door de week. Dat komt. Wie gaat de kinderen halen? We gaan het allemaal gewoon opsplitten. Ik kan heel veel in de dag. Als ik weet wat ik kan verwachten. Maar ja, die planning, dat houden we gewoon heel strikt bij. En we overleggen alles met elkaar. En dat werkt gewoon goed. En je hebt nooit dat dingen uitlopen of niet gaan zoals je hebt gepland? Nee, minder. Maar Dinant heeft wel een neiging om soms dingen te vergeten. Dat hij dan toch wel een afspraak heeft. Of toch iemand ineens hier is. Of soms denkt hij ook, ja, hij moet de kinderen halen. En dan toch denkt hij, oh, ik heb een afspraak. Dus het is meer bij hem, hoor. Als we het hebben over de sunny side up... Yeah. Wat doe jij op een dag dat je denkt, ah, deze dag loopt helemaal niet goed? Is er dan iets voor jou wat jou helpt om, nou ja, om te denken of om toch die knop om te zetten of om een reset te maken? Om de dingen toch van de zonnige kant te bekijken? Ja, het is voor mij heel simpel. Ik ga wandelen met mijn hond. Als ik kan, hè. Want als ik hier ben, dan kan ik dat doen. Dan pak ik haar en dan ga ik echt natuur in. En het is wel echt cliché, maar je voelt je altijd beter daarna. Ja. Dus dat doe ik.
muziek keihard aanzetten. Oh ja, ja. Soms ook wel een boze liedje. Echt zo'n, weet je, fuck it liedje. Maar ik doe dan wel, ik ga helemaal los in een soort van new age dans in mijn woonkamer of in mijn koken. En ik voel me dan echt waanzinnig. En ik heb wel geleerd dat, acceptatie van ook een baaldag ben ik ook heel goed in. Zeg ik tegen mezelf, ja, ik heb een slechte dag. It is what it is. Ik ga niet in hangen. Ik ga niet het opzoeken. Maar ik ben gewoon lief dan voor mezelf, denk ik. Ja, zo is het vandaag. En morgen is een nieuwe dag. En ga je dan wel door? Ja. Ja, ja. Ja, okay. Ja. Ja. Dat geeft al heel veel verlichting, hè? Ja. 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 Ik wil een van jouw filmpjes zien. Ja, het is, in mijn online programma is dit letterlijk ook een van de lessen die ik geef. Is ongelooflijk wat er gebeurt als je gaat bewegen. Dat je letterlijk, je hormoonhuishouding schijnt ook echt te veranderen van bewegen. Ja. En je komt letterlijk uit je kop en in je lichaam. Ja. En daarmee laat je al dat gedoe in je hoofd alweer los. Ja. Dus daarom is het zo krachtig. Ja. Dus ik doe dit dan ook letterlijk voor, weet je, met mensen. En die gaan het dan ook doen. En het werkt. Oh, wat grappig dat ik dat benoem. Zullen we gaan buiten zitten? In de zon? Of ja, let's do that. Ja. Wat een goed idee. Zo lekker weer. Jeetje, ik wil je wel eventjes bedanken, want ik heb gewoon een beetje het gevoel alsof ik op vakantie ben. Nou, graag gedaan. Je mag vaker langskomen hoor, als je wil. Dit is in 070. Wat een droomplek is dit, zeg. Wat hebben jullie het ook prachtig ingericht. Doe jij dat allemaal? Nou, ik moet zeggen, de tuin is volledig Dinans ding en daar is hij heel goed in. Ja. En jullie werken dus samen. Heb jij dan niet, want ik werk ook samen met mijn man. En wat ik dus wel, ik vind het heel erg leuk, want je werkt natuurlijk met je beste vriend samen. Ja. En je gaat maar door en altijd ideeën en ja, weet je wel. Maar waar ik zelf wel best wel tegenaan loop, is dat Jorg soms gewoon letterlijk op het moment dat we in slaap vallen in bed, dat hij nog kan zeggen, oh, maar trouwens, als we het nou zo en zo doen, dat werk weer naar boven komt, zeg maar. Ik vind het stoppen bij ons, we zijn altijd aan het werk. Ja. Nee, dat is wel lastig. De eerste jaren moesten we hebben een jaar gewoon geen grens gehad. 24 uur per dag was het bedrijf. En na een jaar voelden we allebei best wel zo van leeg. En weet je, komt dit jaar omdat we de hele tijd over dat werk hebben. De hele tijd, daar is gewoon, waar is onze relatie? Waar is ons, weet je, buiten die werk? Dus we zijn daar best wel streng in gegaan. Want als we thuis zijn, gaan we niet over hebben. Mm-hmm. Sowieso met de kinderen probeer ik echt gewoon, als er iets is, dan stappen we even naar het kantoortje. Niet werk bespreken met hun aan tafel. Een beetje over leuke dingen, maar niet dingen die niet goed gaan. Nee. Maar wat jij omschrijft, heb ik ook met hem. Ik heb ook gezegd, hij weet nu inmiddels. Totdat ik mijn eerste kopje koffie heb gehad, gaat hij niet beginnen over werk. En als ik in bed 's avonds lig, dat is een soort van no work zone. Want hij had ook af en toe de neiging om iets te droppen. Echt als we de licht al hadden uitgedaan. Ja, precies, en ik draaide om en dan hoorde ik hem zeggen, hey, weet je, over dat contract. En ik dacht, en dan was ik echt gewoon ongerust. Kon niet in slaap vallen. Nee. Terwijl hij het doet, dan draait hij om en is hij weg. Ja. Dus hij weet nu inmiddels wat voor mij werkt en ik weet voor hem wat werkt. En hij heeft, hij heeft een soort van, hij is zo gedreven. Hij kan gewoon doorgaan. En ik niet. Nee, het is best moeilijk voor jou, kan ik me voorstellen. Omdat het wel een soort van de norm is. Als je iemand hebt die maar doorgaat. Ja. Hoe zorg jij dan, hoe ga je dan toch je eigen grenzen bewaken? En hoe voel je die dan toch? Ja, ik ben daar veel beter in geworden. De eerste, wij werken sinds eind 2012 samen. En in het begin, ik ben continu over mijn grens gegaan. En echt een paar momenten waar ik dacht, ik ga dit niet kunnen volhouden. Maar wat ik besefte, was eigenlijk kleine veranderingen waren nodig om veel meer in mijn kracht te kunnen staan. Ik hoef niet helemaal niet te werken. Ik hou van werk, ik vind het leuk. Maar ik moest gewoon trouw blijven aan wat ik nodig heb om de beste versie van mijzelf te zijn. En dat heb ik met hem besproken. En dat was alsof het een alien taal was. Oké, dat heb jij nodig om te functioneren? Oké, dat is raar. Lucy, als ik zo hier om me heen kijk, naar jou kijk, je bent volgens mij hartstikke gelukkig. Je hebt het allemaal supergoed gepland. Leef jij je droomleven? Ja, ik ben heel erg gelukkig. Maar ik merk dat nu dat ik ouder word, dat ik besefte toch wel die doelen dat ik wilde bereiken, die zijn wel echt aan het veranderen. Ik heb een lange periode gehad van focus op carrière. Ik wilde succes boeken in wat ik deed. En ik denk dat het misschien heel herkenbaar is voor mensen vanaf je 25ste tot misschien 35. Je bent gewoon echt focus met bouwen en
ook gewoon hard werken, geld verdienen. Je wil gewoon een mooie basis voor je gezin. En ik merk nu, en ik weet zeker, het is een luxe positie om te kunnen zeggen, maar ik heb eigenlijk behoefte aan toch wat minder hard rennen de hele tijd. En dan, maar dan heb je een droom, hè? Dat ontstaat in je hoofd. En dan hoe zorg je dan dat zo'n droom, je boek is bijvoorbeeld een droom? Of? Ja, ik voelde wel gedwongen om het te doen, ook vanuit mezelf. Ik had wel heel erg, ik denk dat het hangt af waar je gaat over schrijven. Maar voor mij was het, ik voelde dat een onderdeel was van mij persoonlijk, van mijn healing, zeg maar. Je boek voelde als healing? Ja. En kun je dat, wat bedoel je daarmee? Wat moest er geheeld worden? Nou, healing klinkt dan, het klinkt alsof er een wond open was en dat was niet zo. Maar ik heb wel de eerste 15 jaar van mijn relatie met Dinant, dus het is een hele heftig, ook heel mooie emoties, maar ook best wel uitdagend jaren ervaren om mijn eigen plek te vinden. Weet je, ik kwam hier toen ik 25 was, nieuwe land, ik sprak geen Nederlands, ik kende niemand. Je man is heel bekend, zijn eerste vrouw is nog bekender. Je wordt moeder zonder zwanger te zijn. Er waren genoeg dingen waar achteraf denk ik, jeetje, hoe heb ik dat gedaan? En ik vond 25 is vrij jong. En ik merkte dat ik toch, het heeft me heel veel energie gekost. Omdat ik het zo graag wilde goed doen voor Dinant. Maar ook voor de mensen om me heen. Ik wilde heel graag de mensen zagen, haar intenties zijn goed. Ja. Het is geen gekke vrouw die nu komt binnen, een gold digger of whatever. Weet je, zij is oprecht, ze wil het goed doen. En ik besefte, toen ik in de buurt van 40 kwam, ik heb heel veel energie gegeven en ik ben eigenlijk over mijn grens gegaan. Ik heb te veel gegeven, maar tegelijkertijd heb ik zoveel mooie dingen uitgehaald. En ik had het gevoel van, oké, nu zie je dat, nu kan je terugkijken, zet het op papier, leg het weg. En nu door met een nieuwe hoofdstuk. Nu heb je voor je gevoel dat ook kunnen verwerken en er nog eens een keer rustig naar kunnen kijken. Ja, absoluut. En ook het op papier zetten, ook voor de kinderen verlaten. Dat ze snappen, weet je, hoe ik instond en wat ik voelde. En ja, het is toch wel een soort van deel van mijn leven dat nu in boekvorm zit. Dus ik voelde echt gedwongen om dat te doen. Ik zou nu in de komende 5 jaar of 10 jaar... wil ik eigenlijk een situatie voor mezelf creëren dat ik veel meer boeken kan schrijven, maar veel meer eigen projecten doen dat volledig uit mij komen en ook waar ik mijn eigen tempo kan bepalen. Dat is natuurlijk echt een luxe positie, hè? Dat besef ik maar. Maar ik heb hiervoor heel hard gewerkt en nu wil ik gewoon de meeste uit de situatie halen. Maar ik werk al minder dagen per week bij mijn bedrijf, Dromenjager. En dat werkt ook gewoon prima, want ik merk dat die dagen dat ik wel werk, ben ik nu veel meer efficiënt dan die 5 dagen. Dus ik werk 2 dagen per week, volledig Dromenjager. En die dagen zijn jam-packed, maar super efficiënt. Ben je dan wel elke avond even tussendoor thuis voor het avondeten? Met de kids of niet? Want ik werk vanuit huis nu. Dat is ook natuurlijk één grote voordeel met corona. Ik was al jaren, ik denk dat ik heb een periode van 5 jaar, heb ik nooit avondeten met mijn kinderen gehad. Nee. En daar baalde ik echt. Ik vond dat heel verdrietig. Maar ik had wel, dit is wat het is. En we gaan gewoon, we zijn aan het werk. En ik zag toen niet de mogelijkheid om dat te veranderen. Voor mij gevoel tijd staat een beetje stil. Omdat je niet kan bewegen en dingen doen zoals je dat altijd deed. Dus ik had wel het gevoel dat ik tijd aan het verspillen was. Terwijl tijd is natuurlijk een idee dat wij hebben, een concept dat wij hebben verzonnen. Maar er zit heel erg in mij het gevoel van don't waste time. Weet je, je leeft nu. Wie weet waar we staan over een jaar van nu. Wat ik nu kan doen, ik wil gewoon kiezen nu voor echt de gelukkigste leven dat ik kan verzinnen. En voor mij dan is dat meer, en je vroeg over je droomleven, voor mij is het toch wel minder gehaast. Minder verschillende projecten. En als dat betekent minder dingen, minder inkomsten, dat vind ik gewoon een prima balans. Ik weet dat ik spreek vanuit een privilege positie, maar ik ben toch bereid om toch wel een wat simpeler bestaan. Spreekt me heel erg aan. En dat simpele bestaan, dat blijft niet bij een idee. Lucie en haar gezin hebben vlak na dit interview naar buiten gebracht dat ze Nederland definitief gaan verlaten om op Ibiza te gaan wonen. Door de coronacrisis beseften ze namelijk dat ze meer tijd in de natuur en met elkaar willen doorbrengen.
En op Ibiza zullen ze daarom een nieuw avontuur starten om volledig zelfvoorzienend te gaan leven. Weet je wat ik wel heel erg inspirerend vind? Als ik naar jou kijk en wat je vertelt, dit is toch hoe de meeste van ons wat wij zien als een gelukkig leven. Dit is wat we allemaal wensen. Een mooi huis, tijd, de luxe om nee te kunnen zeggen. En toch is er iets waar je naar verlangt wat je nog gelukkiger gaat maken. En dat is dus niet wat je nu hebt. Het is toch iets anders. Het gaat voor mij om de kwaliteit van de tijd dat ik heb. Ja. En ik denk dat dat herkenbaar is voor veel mensen. Maakt niks uit hoe mooi je tuin is of niet. We zijn gewoon de hele tijd aan het rennen. Van A naar B. En sommige mensen met meer urgentie omdat ze moeten. En sommige mensen omdat ze zijn in een soort van trap gevallen van dit is succes. Om de hele tijd super druk te zijn. Nou, ik herken mezelf daar wel in. Ik hoef helemaal niet zo hard te werken. Ik zou best een jaar zonder werk kunnen, financieel. Ja. En toch doe ik dat wel. Ja. Ik blijf wel weer nieuwe ideeën bedenken. En ik blijf ja zeggen tegen campagnes. En ik wil nog een online programma. En ik wil nog een boek schrijven. En dan denk ik ook, ik zit nu heel erg in die fase. Dus ik herken me in jouw verhaal van... Waarom wil ik dat? Waarom kan ik niet gewoon zeggen, 3 maanden ga ik niks doen? Ja. Wat is dat? Ja, ik vind het gewoon ook een heel lastige. Want aan de ene kant, ambitie vind ik een heel mooi. Het is gezond, dat gedrevenheid is een kwaliteit dat ik waardeer in de anderen. Denk ik, nou ja, mooi. Ik hou van mensen die dingen doen. Maar zeker voor mezelf heb ik het gevoel gehad dat ik de hele tijd bezig was met rennen. En dat probeerde ik te zeggen net met dat boek schrijven. Was zo'n soort van langzaam, ongehaast proces, dat eigenlijk maar heel veel succes heeft gebracht. En ik dacht, misschien kan het toch wel anders. I don't know. Ik denk dat het voor mij gaat om echt zoeken wat maakt mij gelukkig. Echt me. Maar je vroeg mij net over, heb ik mijn droomleven? Maar heb jij je droomleven dan? Ja, ik heb, zo voelt het wel. Ik heb zeker mijn droomleven. Er is altijd een verlangen naar weer wat anders. Mm-hmm. Ik geloof ook niet dat ooit stopt. Dat vind ik ook mooi. Volgens mij is dat mens zijn. Yeah. Maar ik verlang toch zo naar meer stilte. Yeah. Meer, en dat noem ik dan met... Maar dit is echt mijn grootste struggle, want hoe doe je dat dan? Maar in die stilte, dat is uiteindelijk mijn echte werk. Yeah. Daar begint het. En dat is wat ik bedoel te zeggen. Dat schrijven, dat ik zei zoiets van het is een solitair project of dat ik... goed ben in mijn eentje werken. Maar wat ik bedoelde is de stilte. Wat jij nu benoemt, dat is wat ik heb gevonden. En de stiller dat ik werd, de meer dat ik hoorde. Ja. En dan was ik meer aan het denken van... als de stilte zo voedend is... als ik zoveel energie en kracht en ideeën uit kan halen... dan hoe kan ik meer stilte creëren? En dat is wat ik bedoel. Niet dat je een minder mooie plek moet wonen of minder spullen... maar je moet minder... bronnen van geluid in je minder leven. Herrie, minder herrie, ruis, minder ruis. En ik heb altijd gewerkt met zoveel ruis om me heen en altijd dan succesvol in zijn geweest. Maar nu met schrijven, met mijn boek, met het project The Crumb Out Mij, heb ik de stilte ontdekt. En dat is wat ik wil vinden. Dat is de droomleven waar ik nog verlang. Zo'n verschillend leven allebei en dan toch zo verlangen naar... Ja. En dat is het volgens mij ook. We lijken allemaal zoveel meer op elkaar dan we denken. Ja, mooi. Dat is het. Dankjewel. Graag gedaan. Superleuk om hier te zijn. Elk interview vragen ze altijd, waar zie je jezelf staan over 5 jaar? Toen zei ik, het lijkt me heel leuk om een keer te acteren in goede tijden, slechte tijden. En nu is het dus blijkbaar, daar attendeerde iemand mij op, dat het precies 5 jaar op 1 maand verschil is dat ik in GTST ging spelen. Dat meen je niet. Ja, praktisch gezien echt bewust denken van, niet denken van, dit raakt je niet, dus je moet nu blijer zijn of je moet positiever zijn. Nee, ik probeer echt dingen te doen om me positiever dan te gaan voelen. Gezondheid is super belangrijk, is de basis van alles. Je kan nog zoveel mindfulness doen, maar als jij ongezond bent, dan word je moe. Of dan heb je allemaal andere klachten waar je er niet uit gaat mediteren, om zo maar te zeggen.